Er is nog veel onduidelijkheid over de mogelijke verhuizing van de Albert Heijn naar de Groene Straat in Nijmegen. Zowel voor bewoners van de wijk als voor de ondernemers aan de Groene Straat zijn er nog veel vragen. Nou, er is een besluit genomen dat we in overleg met buurtbewoners en met de wijkraad en met de winkeliers, dat er Albert Heijn dan zou verhuizen, maar dat er ook zorgwoningen gebouwd zouden worden. Er is nog eigenlijk niet echt sprake van een bestemmingsplan. Er is woensdag een formeel besluit genomen dat een verkorte procedure in gang gebracht zou kunnen worden. Vooral de bewoners van de wijk vinden dat de gemeente het hele oude industrieterrein in één keer moet ontwikkelen. Ondernemers zijn tegen de komst van nog een supermarkt in de wijk. Het is een padstelling. Albert Heijn wil verhuizen, maar wij zijn daarop tegen. Omdat wij vinden dat Albert Heijn hier meer dan genoeg ruimte heeft. Het is een buurtwinkelcentrum. En we hebben allebei elkaar nodig. Albert Heijn heeft ons nodig en wij hebben Albert Heijn nodig. Mensen komen op de fiets, willen één keer boodschappen doen en willen dan weer terug naar huis fietsen. Dat is op dit moment. En de verhuizing van Albert Heijn, daar hebben we bij de Raad van State bezwaar tegen aangetekend. Omdat wij vinden dat die 1000 vierkante meter detailhandelsoppervlak die erbij komt, dat het veel te veel is voor een buurtwinkel zoals wij hier hebben. Binnen een straal van een kilometer hebben we hier 4 supermarkten. Aldi op de Willemsweg, Steenbokstraat, de Co-op, de Super Albert Heijn op de Jacobslijn en Albert Heijn hier met bijna 1000 vierkante meter. Nu heeft de Raad van State de zorgwoningen vanwege geluidsoverlast die mogelijk zou ontstaan afgewezen. En de bouw van Albert Heijn omdat zij de aanvoergoederen niet goed geregeld kunnen krijgen. Ik kan goed begrijpen in het landelijke beleid dat Albert Heijn wat groter wil worden. Alleen je moet kijken naar de omgeving, je moet kijken wat er zit. Je hebt elkaar allemaal nodig. Als Albert Heijn groter wordt, betekent ook dat ze een groter assortiment gaan verkopen. Betekent ook eigenlijk ook concurrentie voor ons wat meer. Omdat er ook aangegeven is dat er in het Willemskwartier en de Hazenkamp een tekort aan zorgwoningen is. Dat is de reden geweest dat we zeiden van nou, als het dan toch allemaal moet, als het niet tegen te houden is, dan daar, en daar is ook een motie voor aangenomen. Door bijna alle partijen zijn maar 2 die daar niet positief op gestemd hebben. En nu willen ze daar in één keer van afwijken. Ja, de gemeente heeft daar zijn werk ook niet goed gedaan. Ze hebben een besluit genomen, terwijl ze niet wisten waar ze precies mee bezig waren. Wethouder Bert Veldhuis werkt nu aan een herstel van het bestemmingsplan om in ieder geval de bouw van de supermarkt mogelijk te maken.